Bij de brand ontstond een flinke rookontwikkeling. Die rook was tot in de verre omgeving van het stadion te zien. De brand brak om 22:45 uit in de zuidwesthoek van het stadion. Dat is bij Eetcafé De Verlenging en boven restaurant Avantgarde. Nou, wij werken hier boven bij Avantgarde Vergroeningen, is een restaurant. En, we zagen in één keer heel veel rookontwikkeling en veel rook. Heel het stadion stond blank. Er waren wat laswerkzaamheden op dat moment op die tribune aan de gang. Die waren ook van tevoren bekend en aangekondigd. De persoon die aan het lassen was, heeft zelf alarm geslagen. Dus de waarschijnlijkheid is dat het tijdens die werkzaamheden ontstaan is. De voetballers van PSV hebben niets van de brand meegekregen, want die waren een dagje vrij. Iedereen die in het stadion was, moest eruit. De brand trok veel bekijks van omwonenden en PSV-fans. Ik heb seizoen gehad, zit altijd op Oost. Dus het zal wel jammer zijn als dan de helft van het seizoen verspild wordt als het stadion weg is. Maar het valt mee, dus dat is goed. Ik zag een hoop brandweer langs voorbij komen, ben ik even gaan kijken. Ja, het verkeerde stadion staat in brand, ja. Hè. Je had een paar steden verderop moeten zijn, 120 kilometer naar het noorden, zo'n beetje. Natuurlijk schrik voor de supporters, dus gelukkig lijkt het mee te vallen. Hè. Voor hetzelfde al brand, die zaken uit die restaurants of zo. En nou blijkt het zeg maar, op de tribune te zijn geweest, dus met stoeltje en zo. Nou ja goed, dat is wel te repareren. Hè. De brandweer zette 2 bluswagens en 2 hoogwerkers in. Tientallen stoeltjes zijn stuk. En er is een hoop rook- en waterschade. De thuiswedstrijd op 12 september gaat gewoon door. Ja, we spelen natuurlijk over 1,5 week op de zaterdag tegen Rode JC. We doen er alles aan om dan in ieder geval weer een veilige tribune te hebben die ook toegankelijk is voor onze supporters. Om 1 uur was de brand onder controle.